Rotterdam, altijd maar weer een dynamische stad te noemen, gaat ook vervelen. Maar toch is er telkens reden voor. Nu is daar het nieuwe culturele en congrescentrum klaargekomen. Kortom, de stad heeft 26 jaar na zijn verwoesting zijn doelen bereikt. 4 jaar heeft men gebouwd aan dit riante, vorstelijk ruime centrum van de architecten Kraaivanger en Flederis. 28 miljoen gulden heeft het gekost. Maar nu heeft men dan ook iets. Rondom de zalen liggen ruime corridors met zeer fraaie verlichtingsornamenten. Het nieuwe gebouw is in hoge mate sfeerrijk, zowel voor feesten als voor congressen als voor de pauzes in de concerten. De kleine concertzaal biedt plaats aan 600 mensen, opgenomen binnen wanden die een optimale akoestiek waarborgen. Zeer omvangrijk zijn de schakelpanelen voor de gigantische grote concertzaal die 2232 mensen kan bevatten en de grootste is van Europa. De zetels zijn zo rond het podium opgesteld dat alle luisteraars een uitstekend gezicht hebben op het orkest. De dirigent Frans Paul Dekker heeft met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat de schepping is van Eduard Flipse, Ravel's Daphnis en Chloe ingestudeerd voor het concert waarmee de Doelen intussen feestelijk is geopend. Het is nu aan de Rotterdammers om er voor volle zalen te zorgen.